Hey, vet dat je weer kijkt. Vandaag gaan we een keer niet op pad het bos in, maar kijken we terug op het afgelopen jaar, op alle vette momenten die er geweest zijn in de natuur. En gaan we terugkijken op de 10 mooiste momenten met wilde dieren van het afgelopen jaar. Dus pak een oliebol, trek je wandelschoenen aan en kijk met me mee terug. Nou, we beginnen met nummer 10. Dat was voor mij gelijk een gouden hoogtepuntje. Dat was ergens in september, toen ik op de Planken Wambuis was en dat ik op een gegeven moment een familie zwijnen, die zie ik het veld oversteken. En toen ben ik op mijn knieën gaan zitten en heel stil gehouden. En dat ze me echt op, nou, ik denk 10 meter, dat ze me passeerden. Een ontzettend gaaf moment. Nummer 9 was ook echt een hoogtepuntje. Ik had net naar de eerste bronstgeluiden zitten luisteren. En toen liep ik een stukje verder. En toen opeens toen zag ik een race. Zag ik in het gouden ochtendlicht staan met allemaal spindrag en nog een beetje nevelig. Dat was echt een fantastisch mooi moment. Dus wat mij betreft verdiende plek op nummer 9. Nummer 8 was een iets kleiner beest, maar wel heel vet. In mijn tweede vlog ben ik op zoek gegaan naar ringslangen in de omgeving van Wageningen. En toen op een gegeven moment wouden we bijna naar huis gaan. En toen kwam er uit de bosjes zo'n ringslang gekropen. Die vlak voor ons eventjes zijn neus zo op het pad stak. En toen zoiets had van, oh hey mensen, ik ga toch maar weer terug. En dat was wel een heel gaaf moment, omdat die ringslang echt heel rustig aan kon kruipen. En toen ook heel rustig weer wegknoop. Absoluut een vet moment. Nou, nummer 7 was ook heel gaaf. Tijdens de hardloopsafari die ik samen met Menno gedaan heb, waren we eigenlijk nog niet eens echt onderweg. En toen zagen we al een damhert met zo'n heel groot gewei. Ja, dat was echt heel imposant om te zien. Want ik heb op zich al wel edelherten met gewei gezien, maar echt een damhert met zo'n groot imposant gewei had ik nog niet eerder gezien. Dat was wel heel kicken. Zie je niet heel vaak hoor. Nee, zeker van die En nummer 6, dat zijn de damherten en de edelherten die ik op de Veluwezoom zag in mijn eerste vlog. Toen stond ik daar op het veld en daar stonden allemaal damherten en edelherten door elkaar met echt een paarse lucht erachter. En het was echt een ontzettend gaaf moment, ook omdat het in mijn eerste vlog was, dus dat was wel een beetje bijzonder. Dat waren volgens mij de eerste wilde herten die een appearance in een van mijn vlogs gemaakt hebben. Wat dommertjes. Nummer 5 kwam ik eigenlijk thuis pas achter dat ik dat een heel vet moment vond. Want
ik zat het filmpje zat ik af te spelen met mijn koptelefoon op en ik zat hem na te bewerken. En ik had een filmpje gemaakt van een wild zwijn wat op de akker bij Mossel een beetje stond te vreten. En opeens denk ik, ik hoor hertenbeurlen op de achtergrond. En dat was wel heel gaaf, dus daarom is dat voor mij ook een hoogtepuntje. Een hele mistige ochtend met een wild zwijn die naar eten aan het zoeken is. En op de achtergrond hoor je hertenbeurlen op een top september. En nummer 4, en die heb je niet eens voorbij zien komen in mijn vlogs, maar die stop ik er toch in. Dat was namelijk in juli was dat. En toen was ik aan het hardlopen, gewoon in het bos bij mij in de omgeving. En op een gegeven moment liep ik en ik zie in mijn ooghoek zie ik wat over het pad kruipen. En ik denk, wat is dat nou? En dat was een hazelworm. Een hazelworm is een pootloze hagedis en daarom vind ik het ook zo vet. En die zie ik niet heel vaak. En ik heb dit jaar 2 keer het geluk gehad dat ik hem gezien heb. 1 keer in mijn vlog, maar de 2e keer in het bos tijdens het hardlopen heb ik hem pas echt goed kunnen filmen. Dus dat was voor mij een heel bijzonder moment. Nummer 3, dat was voor mij ook een heel erg bijzonder moment. Het was namelijk een ochtend in september en toen was ik het bos in gegaan en ik wist, nou, de hertenbrons is bezig, dus je hebt kans om ze te zien. En ik sta in het bos en ik loop op een gegeven moment bij een uitkijkpunt, loop ik naar boven en ik zie daar gewoon in de ochtendnevels, in de mist, zie ik een heel groot edelhert met een gigantisch gewei staan met nog een paar hinders eromheen. En dat was zo'n magisch moment, dat was echt onwijs kicken. Die hoort absoluut in de top 3 thuis, dus op 3 het edelhert in de mist. Op 2, ook edelherten. Dit keer bronstige edelherten. Het was de ochtend in Delenwoud. Ik heb heel veel edelherten bronst al gehoord de afgelopen jaren. Maar ik heb voor het eerst echt dit jaar dat ik echt bronstige herten gezien heb. En wat was dat een spektakel, zeg. Met een aantal mannetjes die de hele tijd achter elkaar aanzaten. En die ook de hinders aan het opjagen waren. Het was echt een fantastisch gezicht. Dus met stip op 2, de bronstige edelherten in Delenwoud. Nou, en op 1, dat was echt, dat vond ik zelf het meest bijzondere moment, ook van wat ik überhaupt dit jaar gefilmd heb, tegen ben gekomen. Dat was het wilde zwijn, wat haar jongen lag te zogen. Ik liep toen door het bos en op een gegeven moment denk ik, hey, ik zie er een wild zwijn. En ik stond heel erg in de dekking, dus ik kon mij ook niet goed zien. En daardoor kon ik van relatief dichtbij, kon ik heel goed zien hoe dat wilde zwijn haar jongen aan het zogen was. En dat was echt een heel bijzonder moment. En later heb ik ook nog hetzelfde zwijn, ook weer vanuit de dekking, heb ik heel mooi echt van dichtbij in beeld kunnen brengen. Dat was echt een fantastisch moment.
Nou, dat was hem. Dat waren mijn 10 mooiste momenten. Ik ben heel benieuwd of jij het hiermee eens bent. Of dit ook echt de mooiste momenten van afgelopen jaar waren. Of dat je zegt van, hey, maar dit vond ik echt zo'n gaaf moment. Dat zit er nu niet bij, die hoort erbij. Laat het dan weten in de opmerkingen. En ik hoop vooral dat je de volgende keer weer kijkt. Dat je in 2018 weer kijkt. En tot volgende keer en tot volgend jaar.